Met twee muisklikken kunnen kleine kinderen in deze tijd al op een heftige pornosite terechtkomen. Dat is opvallend, want wettelijk gezien mogen kinderen hier niet aan blootgesteld worden. Reden voor de ChristenUnie en NSC om een wetsvoorstel in te dienen voor strengere leeftijdsverificatie. Ja, ik heb geprobeerd om te kijken naar de wet. En de wet zegt dat je bepaalde dingen online niet mag laten zien of aanbieden aan jongeren. Je mag geen alcohol verkopen aan jongeren. Je mag niet gokken aanbieden. Maar pornografische content mag ook niet. Dus er moet een bepaalde vorm van leeftijdscheck zijn. Want mensen moeten weten, ja, ben je 18 of ouder? Alleen dat gaat niet goed. Je merkt dat in de praktijk. Jullie hebben het vast een keer meegemaakt dat je op wat voor website dan ook komt. En dan staat er ben je 18 jaar of ouder. En dan klik je en dan kan je gewoon door. In de Kamer legde Ceder openhartig uit hoe dat bij hem plaatsvond. Voorzitter, de digitale transitie was ook de tijd dat ik via mijn BlackBerry en computer, buiten toezicht van mijn ouders om, online, via vriendenchats of op andere manieren, ook vaak voor het eerst in contact kwam met grafische content, beelden van onthoofdingen, pornografische content, seksueel dierenmisbruik, illegale goksites. Voorzitter, allemaal zaken via mijn telefoon of computer waar een kind ver van de weg zou moeten blijven. Kindercoach en pedagoog Lotte Bloem herkent dit probleem. Ik herken dat wel. Kinderen maken gekke kreungeluidjes of van die gekke seksuele bewegingen. En al echt op hele jonge leeftijd al. En dat komt doordat ze per ongeluk iets hebben gezien. Ja, dat kan op de telefoon zijn, maar het kan bij YouTube doorklikken zijn of een reclame bij een game die ze spelen. Als je die dan kijkt, krijg je weer meer punten. Dus ze komen op de vreemdste manieren in aanraking met porno, dat soort dingen. En dat beheerst hun gedachten gewoon. Het wetsvoorstel van Don Ceder is inmiddels aangenomen en dat moet het flink moeilijk maken voor kinderen om op een pornosite terecht te komen. Wij hebben gezegd dat moet strenger. Een vinkje is niet meer genoeg. Je moet echt als website zeker weten, ik heb met een 18-jarige te maken of ouder. Dus de technologie moet zo strak zijn dat als ze dat niet doen, dat ze in overtreding zijn. En dat is eigenlijk wat ons voorstel is. Dat leeftijdsverificatie waterdicht moet zijn. Het moet afgelopen zijn met vinkjes die te omzeilen zijn. En laten we eerlijk zijn, we kunnen dat niet toevertrouwen aan bedrijven die eigenlijk winst maken met wie er ook komt kijken. Het plan klinkt mooi, maar gaat dit er daadwerkelijk voor zorgen dat kinderen niet meer op pornosites terecht kunnen komen? Ik moet er wel op gaan toezien, juist omdat wat ik merk dat er best wel kritiek op is vanuit sommige hoeken, dat dit wel gaat gebeuren. Ik heb de staatssecretaris gevraagd, ik wil een wetsvoorstel. De staatssecretaris was hier niet blij mee. Ik heb toch een meerderheid van de Kamer achter me gekregen. Maar er moet dus een wetsvoorstel gaan komen die de ambtenaren voorbereiden. Ik wil dat dat snel gebeurt. Ik wil dat dat deugdelijk is. En ik ga ook nog binnenkort een ronde tafel organiseren. Met allemaal experts, wetenschappers, maar ook ICT-experts die kunnen aangeven hoe kunnen we dit goed regelen. Daarnaast zijn we niet het enige land die hiermee bezig is. Frankrijk gaat dit al doen dit jaar. Die heeft die stap al gezet. In Spanje hebben ze ook gezegd, we gaan in ieder geval voor pornografische content, we gaan veel strenger optreden. Engeland is daar al mee bezig en in sommige staten in Amerika werkt het al. Dus we moeten ook niet doen alsof wij de eerste zouden zijn. Dit gebeurt al en daar kunnen we ook gewoon van leren. Mocht je kinderen hebben die er toch mee in aanraking zijn gekomen, dan heeft Lotte nog een tip. Als je aan God vraagt van haal dat nare beeld weg en geef iets nieuws daarvoor in de plaats, dan zie je zo'n verandering bij de kinderen weer. Dat er weer zo'n rust komt en dat het hun gedachten niet meer beheerst.